Vind jij het een leuk onderwerp om het te hebben over het werk? Ik stuur een beetje aan over het werk en over je opleiding die je daar doet. Of wil je het liever hebben over het wonen? Hier, over het wonen hier. Want we zijn nou hier, dus nu wil je het over het wonen hebben hier. Wat je daarvan vindt. Hoe jij woont en of je het leuk vindt om hier te wonen. Nou, gaan we daar een beetje over babbelen. We gaan lekker appelflapjes bakken. En voor wie gaan wij die appelflapjes allemaal maken? Voor onszelf. En voor wie nog meer? Zullen wij ook een paar flapjes maken voor papa en mama? Dat die van de week een keer bij jou gezellig op de koffie komen. En dan heb jij ook nog een flapje zelf gepakt. Vind je het leuk als papa en mama op bezoek komen? Ja. Ja? En hoe vaak komen jouw papa en mama op bezoek? Soms één keer in de week? Ja, hè? Ja. En dan ga je naar boven. Ja. Wat ga je dan boven doen? Ja. Naar jouw eigen kamer? Ja. Appartement. Ja. Ga ik koffie zetten. Ja. En dan brengt mama iets lekkers mee. Ja. En dan... Ja. En dan gaan jullie lekker koffie drinken op je eigen appartement. Ja. Vind je het leuk als je dan op je eigen appartement zit? Ja. Met papa en mama? Ja. Ja? Ja. En vertel eens, Margot, wat vind je nou het leuk aan het wonen op je eigen appartement? Alles. Dat ik een eigen slaapkamer heb. Ja. Dat past een grote bed in. Ja. En zorg je ook zelf dat jouw kamer dan opgeruimd is? Ja. Hoe doe je dat? Als ik was krijg, dan ruimt het gelijk op. Nee, ik maak niet zo van rotsen. Jij bent hartstikke netjes altijd. Ja. En jouw eigen spulletjes, zoals jouw dagcreme, koop je die zelf? Ja. Ja? Hoe doe je dat? Met hulp van jullie en dan... Ik zelf betaal en dan jullie niet kijken of ik het wel goed doe. Of jij het wel goed doet? Nee, of ik het wel goed doe met betalen. Jij doet het eigenlijk altijd goed, hè? Ja, maar toch... Vind je dat moeilijk? Ja. Betalen? Nee. Vind je lastig, hè? Nee. Hebben we samen wel heel erg hard aan geleerd, hè? Ja. Jouw eigen spulletjes betalen. Ja. En nu? Hoe gaat dat nu? Ja, dat denk ik wel goed. Ja, dat denk ik ook wel. Ik denk dat jij dat hartstikke goed doet. Ja. Ja. En jouw kleren mag ook. Dat doe ik nog met... Met mama. Ja. Dan koopt mama ze dan voor jou? Ga je dan mee? Ik ga samen met mama kijken. Ja. Ja. Samen met mama kijken in de winkel. Ja. Marco, wat vind je nou het allerbelangrijkste wat je nog zou willen veranderen? Ja.
Ja. Even een andere vraag anders staan. Wat zou jij nou nog heel graag willen in jouw vrije tijd? Ik zou het leuk vinden om te gaan dansen. Oké, jij wil graag dansen. Ja. Wat een leuk idee. En hoe zie je dat dan? Dansen met z'n nee, goed. Ja. Hoe heet dat ook alweer? Ja. Met een paar mensen in een zaal en dan op muziek dansen. Ja. Aerobics. Ja. Of zoiets. Of zoiets. Ja. Zou je dat leuk vinden? Ja. Moeten we maar eens op zoek gaan naar een clubje waar jij terecht kan? Ja. Nou, gaan we dat doen? Ja. Ja, wat een leuk idee. Ja. Super. Ja, op de fiets kan niet, dus dan moet ik mijn bed doen weg. En dan? Nou, dan zie ik de. Wat is er mis met de taxi? Nou, hij kan 7 uur komen of net ervoor. En ja. Dan schrit ik weer in de stress. Ja, dan heb je een hekel aan. En dat. Je vindt de taxi niet fijn? Nee. Nee. Nee, dan moeten we het in de buurt zoeken, hè? Of op de fiets. Ja, ja. Kan ook nog. Ja. Boven Leeuwen kan ik ook nog wel fietsen, denk ik. Dat ligt nog in de buurt, ja. Dat kan nog wel zo. Ja. En ik vind het hartstikke mooi dat jij op het idee bent gekomen van het dansen. Dat we daar samen uit gaan zoeken hoe dat nou verder gaat. Nee. Ga ik mijn best voor doen om dat te zorgen om het voor elkaar te krijgen. Nee. Goed? Nee. En in het nieuwe jaar gaan we er mooi door. Nee. Yes? Nee. De grootste verandering of het anders omgaan met dit soort gesprekken is voor ons het belangrijkste de stiltes die we laten vallen en de verhalen die mensen dan vertellen terwijl we dingen doen, dingen ondernemen en niet zozeer het ervoor gaan zitten. Soms vinden mensen het ook heel leuk om te praten. En vraag en antwoord af te werken eigenlijk, maar ja, voor ons was het eigenlijk het belangrijkste dat je dat doet terwijl je samen een activiteit onderneemt. En met name de stiltes die je dan laat vallen, en dan kan je dan vooral oefenen met wandelen, dat doen wij veel meer, hè, wandelen. Doordat je dan loopt, dus je bent in beweging, word je vaker gedwongen om stil te zijn. En als je stil bent, komt er vanzelf wel vanuit de ander een verhaal waar je dan op in springt.